Volksgebruiken op Terschelling. Op 8 juli zou ik als operateur der filmfabriek Polygoon het jaarlijkse weerkerende volksgebruik de Opperried op Terschelling filmen. Op 5 juli echter ontving ik van den heer Nap, met wien ik mij in verbinding gesteld had, telegrafisch bericht dat de Opperried uitgesteld was. Daar ik van andere zijde vernam dat de Opperried wel doorging, begaf ik mij op 7 juli naar Terschelling. Op de boot Enkhuizen Stavoren ontmoette ik den heer D.J. van der Ven, folklorist, onder wiens leiding de lentefilm door Polygoon vervaardigd werd. Deze heer, die ook op weg was om de Opperried te filmen, gaf mij den raad mijn tocht niet voor te zetten, omdat, als ik kwam, de Opperried niet zou doorgaan. Ik vervolgde evenwel mijn reis en had dien avond een gesprek met den heer Jongens, onderwijzer te Midsland, leider van de Opperried. Deze zeide dat het opnemingsrecht van de Opperried, nota bene een optocht langs den openbare weg, was verkocht voor 100 gulden aan den heer van der Ven en ried mij binnen een uur Terschelling te verlaten. Ja, zelfs bood hij aan iemand te zenden om mij eruit te keilen. Toen ik den volgende morgen op mijn post was, werd ik door de bevolking op die wijze gehinderd, ja zelfs bedreigd, waarbij de onderwijzer Jongens zich te buiten ging aan de grofste uitlatingen, onder andere: ben je nou nog niet doodgedonderd? Nadat de optocht zeer aan baggers had geofferd en de politie zich had teruggetrokken, stormden de deelnemers als bezetenen te paard op mijn filmtoestel af, om mij en toestel onder de voeten te jagen, wat dankzij de nuchterheid der paarden niet lukte. Ik legde dit verheffende moment op de film vast. De heer van der Ven deed intussen zijn best de opgewekte stemming erin te houden, en na enige ogenblikken kwamen enige heren uit de groep op mij af en dreigden mij van kant te zullen maken als ik mijn toestel weer opstelde. De inmiddels gewaarschuwde politie gaf mij toen met nadruk te verstaan dat ik voor donker weg moest zijn, daar zij voor mijn veiligheid niet langer verantwoordelijk kon zijn. Ik ging dan ook naar mijn hotel, waar men mij van harte geluk wenste met mijn behouden thuiskomst. Gelukkig voor mij, maar gelukkig ook voor den heer van der Ven, die zich niet ontzien heeft een primitieve, onder den invloed van sterke drank verkerende volksmenigte zo tegen mij in te nemen, dat de politie machteloos stond, is alles goed afgelopen. Het leek mij echter gewenst om deze aangelegenheid ter algemene kennis te brengen, opdat de autoriteit het vernemen hoe een pedagoog aan volksfeesten deelneemt en hoe de schaduwzijde van den heer van der Ven's idealisme eruit ziet. Was getekend J.A. Oksen.